Welkom bij Veradeen. We gaan vandaag de rotatorenmanchet versterken of de schoudergewrichten versterken. We hebben daarvoor een band, een weerstandsband nodig, of je kan het ook met twee flessen water en de gewichten. Laten we daarmee starten. We gaan eerst onze schouders opwarmen. Laten we daarmee starten. Kom in kleermakerszit of zit op de hielen. We gaan beginnen met de schouders los te maken. Schouders afwisselend. Om en om. Draai naar achter. En naar voren. Schouders ophalen en los. Schouders ophalen en los. We gaan een schouderdraai en een elleboogdraai. Een schouderdraai en elleboogdraai. Schouder en elleboog. Schouder en elleboog. Schouder en elleboog. Schouder en elleboog. We nemen de band of gewichten. We brengen de band op de handen. Iets laat de band rustig, lichte strekking en strek zijwaarts naar achteren. Bovenarm zijn tegen de ribben aan en strek onderarm zijwaarts en naar achteren. En terug. Uitademen. En inademen. Bij een uitademing zijwaarts en naar achteren. Bij een inademing naar voren. Diepe schouders, spieren en gewrichten losmaken en versterken. En nog vijf. Vijf. Vier. Bovenarmen plakken tegen de ribben. En laatste maal. Breng de band onder de voeten of onder de knieën. Houd de band licht gestrekt en we gaan een opwaartse stoot. Opwaartse stoot en we gaan traag naar beneden.
opwaartse stoot. En traag. Ellebogen, bovenarm losjes tegen het lichaam. En stoot. En los. Traag loslaten. En een stoot. En traag naar beneden. En een uppercut. En traag naar beneden. Op. 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 Houd de spanning in de weerstandsband. De weerstandsband kunt u vervangen door gewichten. En een stoot. U voelt het al in de schouders. En we gaan nu kleine stootjes doen. Kleine beweging. Kleine stootjes. Tien. Twintig. Dertig. Veertig. 50, laatste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en los. Was pittig. Volgende oefening is de armen. Spreid de armen voor u open. Band licht aangespannen. Handpalmen naar boven gericht. En we gaan de armen spreiden, openen. Ja? Traag openen tot de schouderbladen bijeen zijn. Niet helemaal naar achter. Tot de schouderbladen, tot je de spanning voelt in de schouderbladen. En dan terugkomen. Op een uitademing strekt u naar achteren. Tot de schouderbladen bijeen zijn. Op een inademing brengt u de armen terug naar voren. Laten we starten. Nog vijf. Vijf. Vier. Drie. Twee. Eén. En nu gaan we kleine bewegingen brengen. Kleine veren. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, 9, 10, 1, 2, 3, 20, 30,
40. Vijftig, nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en los. Dat was pittig. We gaan rekken. Verandert van houding, zodat uw benen gemakkelijk zitten. En we gaan rekken, de schouders rekken. Elleboog naar achter, naar onder, arm vooruit, niet zo. Elleboog achter, naar voor. Ze hebben goed gewerkt, de schouders. We hebben de gewrichten versterkt en gerekt. Andere kant, schouder achter, naar onder, arm naar voor. We rollen de schouders naar achteren en we strekken de armen zijwaarts en omhoog. Rekken van de schouders. Los. Zo, dit was het dan voor vandaag. Hopelijk vond je het leuk. Duimpje omhoog en tot de volgende. Dag!